Uit je Instagram blijkt ook dat je heel body positive bent. Waarom vind jij dat belangrijk? Omdat ik er zelf in het begin heel erg mee zat dat ik mezelf niet mooi vond. En ik vond mezelf te dik en ik vond mezelf... Ja, ik dacht dat ik ook fillers in mijn lippen moest hebben. En dat ik opgespoten borsten zou moeten hebben. En dat ik moest gaan afvallen. Maar ik merkte als ik ging afvallen dat ik doodongelukkig werd. En dat het voor mij niet ging. En ik ben van mezelf op een gegeven moment gaan houden door geen social media te hebben. Door in het Big Brother huis. En ik vind dat gewoon dat zoveel andere mannen en vrouwen... dat zouden mogen ervaren en blij zijn met hun lichaam. En ik vind het wel gewoon een heel belangrijk iets. Het bestaat niet alleen maar uit dun en het perfecte plaatje. Want wat is het perfecte plaatje? Dat weten we niet.